Dit is een foto van 2 jaar geleden. Maar dit is meneer Remy op dit moment. Onze decaan, die vorig jaar op 5 november getroffen werd door de hersenbloeding. En op dit moment nog volop revaliderend is om toch weer iets te kunnen. En dat gaat echt mondjesmaat en met hele kleine stapjes vooruit. Waardoor hij hier ook niet bij aanwezig kon zijn. Dat lukt niet, want hij zit volop in zijn revalidatie. Maar goed, hij wil heel graag in huis bij zijn gezin. En om dat mogelijk te maken is heel veel geld nodig. En daarom hebben we met elkaar het initiatief opgepakt om een goede doelennacht te organiseren. En ik vind het super tof dat dat leidt tot zoveel stilte bij 200 leerlingen. Want dat maakt impact. Niet alleen op jullie, ook op ons. Nou, laat ik voorop zeggen, René is zeker een zeer geliefde collega bij iedereen. En het heeft ook enorm veel impact gehad op elke collega. Dat hij op deze manier, dat hem dit is overkomen. En dan is het minste wat we terug kunnen doen, is zoiets organiseren, lijkt ons. En dat hebben we eigenlijk maar aan 1 iemand te danken. En die mag wel even een applausje krijgen, dat is meneer Verhoeven. Ja, toen hebben we die beroerte overkwam op het voetbalveld. Daarna dachten wij als collega's zijnde, maar ook leerlingen die diep geraakt waren door dat. We moeten wel hier iets voor verzinnen. We moeten geld voor hem ophalen. We dachten, we moeten hier wel een fanatieke avond van maken. Dus we gaan onder andere voetballen, volleyballen, een pubquiz om ook nog de hersenen eventjes te kraken. En leerlingen hebben ook genoeg tijd om spelletjes te doen en gewoon gezellig met elkaar te kletsen. Dit is heel erg. Maar het feit dat we er zoiets moois van hebben kunnen maken, dat we binnen 36 uur 200 leerlingen hadden die zich aangemeld hadden voor het evenement. Nou ja, binnen 36 uur 200 aanmeldingen, dat lukt ons niet voor een regelmatig proefwerk of zoiets. Dus wat dat betreft is het heel goed geregeld. Ja, absoluut. Er zijn natuurlijk uitjes waarvoor ze geld nodig hebben. Een taxibus waar geld voor verzameld wordt. Dus wij denken dat het geld heel goed door hun zelf besteed kan worden. Ik ben tevreden als leerlingen morgen vroeg met een tevreden gevoel naar huis gaan en een fantastisch leuke nacht hebben gehad. Want het geld is opgehaald al, dat is het probleem niet. Maar wij zijn tevreden als leerlingen morgen vroeg met een fantastisch verhaal naar huis gaan. Dan zijn we tevreden. Ik weet nu dat er engel bewaarders bestaan.